afkomen in Beijing. Het is wel een groot verschil met Mahjong. Dus niet echt fucking veel mensen, echt tof. We zijn nu bij het zomerpaleis van de vroegere keizers van China. Dit was eigenlijk hun buitenverblijf voor als het te warm was in Beijing. Dan ontvluchtten ze de stad en gingen ze hier verkoeling zoeken. Nou, dat hebben wij ook gedaan, want het is echt mega warm in Beijing. Nou is het hier ook nog steeds best wel warm, ook al regent het. En we zijn helaas niet de enige hier. We zijn hier voornamelijk Chinese toeristen. En het is een beetje een poppenkast, maar het is wel mooi om te zien. Zo uniek hier. Oh. We lopen nu richting de verboden stad en we staan eigenlijk in een grote rij Chinezen. Het lijkt een beetje of je naar een festival gaat of weggaat. 140.000 die allemaal tegelijk ergens naar binnen willen. Hier in de befaamde Hutong straatjes, bekend als de oudste straatjes van Beijing, die nog lekker steegachtjes zijn met allemaal winkeltjes erin. Maar zoals je ziet is het ook hier weer lekker Chinese gekkigheid en heel erg gezellig druk. Wang Fuji Street, een hele grote winkelstraat in Beijing. En we gaan zo naar Wang Fuji Snack Street. Het schijnt dat ze daar allemaal hele bijzondere etensdingen verkopen. We zijn heel benieuwd en we hebben al een beetje honger. Vraag geld aan de mensen. Voor 100 euro doen we een schorpioen. En voor 1000 euro doen we een duivenkuiken. Een duivenkuiken of een tarantula. We zitten vanaf nu nog zo'n 5 weken in China. Dus mochten jullie willen dat wij een van deze rare dieren gaan eten, breng een leuk bot uit. En dan gaan wij het eventueel eten. We zijn vanochtend vroeg opgestaan om naar het park van de Temple of Heaven te gaan. Naast die hele mooie gebouwen hebben hier eigenlijk alle bejaarden komen hier samen om met elkaar sociale activiteiten te doen, zoals fitnessen, dansen, zingen. En het is echt heel grappig om te zien.
staan hier op de Chinese muur voor aflevering 4. Met Ruud. Kocht in China na een flesje, een bakje en een uier. Leek een blikje wel goed gedaan. En het blikje ziet er super vrolijk uit met drink milk. Ik ben benieuwd. Even openmaken. Oh. Hij heeft de hele tijd in mijn rugzak gezeten, dus hij is lekker warm. Het ziet er een beetje gelig uit. Smaakt heel erg zoet. En het smaakt ons een beetje gesteriliseerd melk, een beetje als koffiemelk. Ja, het is een beetje een rare smaak, maar de nasmaak is ook goed. Je krijgt een klein duimpje omhoog weer. Oké, we hebben net een hike gedaan richting de Chinese muur. Hoe voel je je? Ik voel me goed, ik ben wel blij dat het klaar is. Ja, want waarom ben je blij dat het klaar is? Nou, eigenlijk de weg naar omhoog, maar vooral de weg naar beneden. Er was niet echt een pad, het was gewoon alleen maar door de bosjes naar beneden gaan. En ze hadden van tevoren wel gezegd dat we lange broek aan moesten doen. Maar eigenwijs. We kunnen ook wel met een korte broek. Maar dit is weer een les. Luisteren naar de tourbeschrijving. Maar het is wel heel mooi. Ja, het was wel echt super mooi boven. We komen nu zojuist aan in Xi'an, onze tweede stop in China. We hebben net 4,5 uur in de bullet train gezeten van Beijing hier naartoe. Die met zo'n 300 km per uur over het spoor ging. En 4,5 uur was maar een kort stukje in vergelijking met wat we gedaan hebben. Dus op naar deel 2 van China.